Bitcoin Basis 21, de Bitcoin Standaard Wanneer meer mensen bitcoin toe-eigenen, stijgt de waarde ervan door de beperkte voorraad van 21 miljoen bitcoin. Dit leidt tot nog meer gebruik, meer schaalvergroting en een overstap naar deze superieure vorm van geld. Deze zal fiat geld dan overbodig maken. Een wereld gebaseerd op de Bitcoin Standaard, waardeert wiskunde, bovenonderliggende waarden als goud, Bankbeloftes of het centrale banktheater. De zekerheid en de verifieerbare waarheid van Bitcoin vormen de werkelijke onderliggende waarde. Met Bitcoin hoeven we niet telkens bij iedere machtsverschuiving of iedere paar decennia van fiat-valuta te veranderen. Bitcoin beëindigt deze eindeloze cyclus van schuld, inflatie en oorlog voorgoed. Lange termijn voorkeuren prefereert grotere zekere beloningen in de toekomst terwijl korte termijn voorkeuren gericht zijn op directe voldoening. Een bitcoin standaard bevordert de lange termijn filosofie en kan sociaal, cultureel en monetair veel meer bereiken dan de fiat geldstandaard van nu. Die is gebaseerd op roofbouw en onderdrukking, afdwinging en inflatie om de oude machthebbers te dienen. In een bitcoin standaard hebben mensen meer te doen dan tax betalen, nutteloze spullen kopen of onverdiend geld te verkwisten, aangemoedigd door marketing. We kunnen geld als concept verbeteren door over te stappen van proof of stake en fiat naar proof of work. Van een centrale oude manier van denken naar een gedecentraliseerde manier van werken via bitcoin. Dit is beter voor de mensheid dan materialisme, vervuiling, generaties van ongelijkheid, gemakzucht en consumentisme. Bitcoin is een vreedzame revolutie, de bitcoin-standaard is haar natuurlijke conclusie.